aandacht. Mensen, nou, we weten eigenlijk het plan allemaal al. We gaan lekker de leraren wakker maken voor waar wij s'nachts wakker kunnen maken. Even kijken, we krijgen zo allemaal de adressen door. Sommige mensen hebben ze al. En we gaan er gewoon een fucking mooie avond van maken met z'n allen. Nou, de laatste vraag van, nou, we zijn altijd wel benieuwd waar we u s'nachts voor wakker kunnen maken. Geen idee. Geen idee? Een leuk lesje geschiedenis? Nee, maar ik denk wel Game of Thrones. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Nou, dat is ook iets origineels. Nou, dankjewel mevrouw. Ik zo. Dat ben ik verslaafd. Ja? Oké, dan begrijp ik wel dat, dat we u daar wakker kunnen maken. We zullen het onthouden. Oké. Okay. Veel succes met u. Bedankt. Ja. Vier mensen omgekomen in het buitengebied. Nog een keer? Doe maar. Doe maar nog een keer, Amanda. Deur open. We gaan zingen. Gewoon de achterdeur openbeuken. Hé! Hey. Hallo. Hallo mevrouw. We konden jullie wakker maken voor de Game of Thrones, maar ja, we konden wel vermelden dat maandag de troon in Arnhem is, op het centraal station van de Game of Thrones. Dus als jullie dat zien, moet u maandag naar Arnhem. Nuttige informatie, toch? Dat is toch leuk, ja. Dan kunt u even langs gaan. Ja. Oké. Okay. Ik ben alleen niet in Nederland, hoor. Oh. Ja, dat is jammer dan. Ja. En waarvoor kunnen wij jullie straks wakker maken? Ook die ken ik. Waar je mij s'nachts voor wakker kunt maken, frikkel wel speciaal. En frikkel wel speciaal, we zullen het ons houden. Dank u wel. Oké, we bellen aan bij meneer Hoogland. Heb jij gebeld? Ja. Hi! Goedenavond! Goedenavond! Welkom! Ik kon u wakker maken voor frikandellen speciaal. Ja, graag! Alsjeblieft! Dank u! Hartstikke fijn! Ja, hè? Heb je zin om wat te drinken? Oeh, lekker meneer! Ja. Een sapje alsjeblieft. Ja. Ja, waar kunnen we u s'nachts van wakker maken? Nou, laat me maar lekker slapen, zou ik zeggen. Oh, een goede les Duits. Oké, okay. Nou dan gaan we onthouden. Dan is goed. We hebben nog wel even een liedje toch in Duits? Welke zullen we doen? Huh? Ja, we hebben nog een liedje in Duits. Dan de ijsbeeren. Ja, de ijsbeeren. Hey! We willen die ijsbeeren zien! Oh, 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 oh. En dat was hem. Nou, u heeft het ook weer laten. Ja, maar ik denk dat wordt toch nachtwerk, want ik sliep nog helemaal niet. Ah, ja, dan komen we straks terug. Dat staat niet op de film, hè? Oké. Okay. Nou, fijne avond nog. Ja, ja, slaap lekker. Fijne dag. Tjus. Au wiedersehen. Au wiedersehen. Tjus. Nou, we zijn aangekomen bij Kitty Jansen, onze biologielerares. Albert Hermelijn, hoor. En zij wil graag wakker gemaakt worden voor paardrijden. Morgen! Nou, mijn god. Ja, morgen is natuurlijk paardrijden. Nou, we hebben geen paard geregeld, maar we hebben wel een hengst. We hebben een hengst. Oh, ja. Op de knieën! Mag ik? Ja, maar die ligt volgens mij niet. Allemaal. Oh, en de auto achterin ligt er nog in. Nou, pak uw cap even voor de video. We hebben het capje. We hebben ons capje. Remco in plaats. Onze hengst. Oh, ja, we hebben ook een zweep geïmproviseerd. Oh ja, jij spoor het maar aan. Ja, ik spoor het maar aan. Moet ik op handen en knieën of... Ja. Mag ik even springen? Paardrijden! Woo!
En de gastvrijheid is ook heel hoog hier. Dit moet je er even uitmonteren. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Dank en tot morgen, hè? Tot morgen. Ja, slaap lekker, slaap lekker. Slaap lekker, hoor. Doeg! Doeg! Bij Carlo van der Heijden. Hij heeft wel kleine kindjes, dus we doen voorzichtig bellen. Een hele goede avond. Nou, wij dachten, wij hadden ook gewoon een vraagje. Wij dachten, waar kunnen we u s'nachts nou wakker voor maken? Dus ja, we denken, we gaan het om vragen. Een broodje kroket met mayonaise. Een broodje we hebben helaas niet, dus... Ik ben er bang voor. Die krijgt u morgen wel van ons. Ja, morgen. Morgen. De spiegeltje staat er toch, dus dan regelen we. Ja, en dan hebben we nog een vraag. Wat is uw grootste angst voor de laatste schooldag? Dat jullie mij s'nachts wakker komen maken. Ja. Maar goed. Ook u als afdelingsleider bent eventjes wakker gemaakt. Ja, nou dan ga ik lekker weer slapen. Als ja, slaap lekker. Kom over 10 minuten weer terug. Oké, het is hier iets over 1. We zijn rijden in Zevenaar en we zijn op weg naar het huis van Marianne van Hoofd. Wie kent haar niet? We gaan het dadelijk wakker maken voor niets minder dan een pak koekjes. Want dat is waar ze graag midden in de nacht voor wakker wil worden gemaakt. Ja, we zijn benieuwd. Wie is koekjes? Eken. Heb jij ze? Nee. Ik heb ze niet. Wie is gegaan dan? Ah, kom op jongens, we zijn toch niet de koekjes vergeten? Zijn de koekjes? Dus je rent nou. Amateur. Oké, we wachten al een kwartier op mevrouw van Hoofd. In de regen. Maar we wachten geduldig af. We horen ondertussen iets aan de deur. Dus we hopen haar deze 5 koekjes af te kunnen geven. Speciaal voor haar hier naartoe gekomen. Heeft ze 6 jaar op moeten wachten? Maar er is nog niet over gedaan. En als ze niet heel snel open doet, dan gaan die koekjes aan haar voorbij. Dan brengen ze door de brievenbus. Nee, dan brengen ze niet door de brievenbus, dan nemen ze mee naar huis. Oké, we wachten nu al meer dan een half uur. Even kijken, ze doet nog steeds niet open. We gaan even aftellen, als ze dan nog niet is, dan gaan we gewoon door naar het volgende rest. Medewerking wordt geweigerd. Medewerking wordt geweigerd. We gaan op 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Drie koekjes gaan weg. Voor 1 koekje door 3 koekjes. We hebben hier in Zevenaar 3 kwartier gewacht. Zodat mevrouw van Hoofd open zou doen. Ze bleef maar voor het raam staan. Ze heeft niet open gedaan. Koekjes op. Dus wij eten nu de koekjes op. Helaas, mevrouw van Hoofd. Links. En zijn er nog dingen waar we straks voor wakker kunnen maken? Voor een leuk scheikundig proefje ofzo? Altijd, als je iets leuks kan bedenken, moet het wel een beetje origineel zijn. Iets origineel? Ja, en dat is niet altijd knallen en zo, maar moet het echt iets origineel zijn. Oké. Okay. Ja. Oh, dat zullen we onthouden. We zijn nu op weg naar MC Maters. Co-Maters. Tomaters. Geldautomaters. Automaters. Automaters. Maximaters. Maximaters. Obamaters. We gaan daar een scheikundig proefje uitvoeren. Daar wil hij voor wakker gemaakt worden. Oftewel, hij moet raden wat de uitkomst is van deze reactie. En als hij dit fout heeft, heeft hij natuurlijk gefaald als scheikundeleraar. Dus we zullen het zo zien. Nou, we zijn nu dus bij Maarten, nummertje 28. En we hebben voor hem zijn labjas. En we gaan eens kijken hoe goed hij in scheikunde is op de late avond. Ja? Hallo meneer. Hallo meneer. Wij konden u wakker maken voor een leuke scheikundeproef. Ja, ik ben nou toch echt... We hebben echt een hele leuke scheikundeproef. We hebben hier nu een scheikundeproef voor u. We hebben zelfs een lapjas voor u meegenomen. Ik ga het nou echt niet doen, jongens. Echt niet. Ja, maar u zei dat we u voor wakker konden maken. Het is examenstunt, meneer. Nee, ga ik echt niet doen. We waren dus zojuist bij Maarten geweest. En hij wou helaas niet meewerken, maar we bleven daar nog eventjes staan. We moesten even overleggen waar we heen gingen. En toen heeft een mevrouw die daar woonde in de buurt, die heeft even politie gebeld, omdat ze ons een beetje verdacht vond. Ja, en toen reden we net weg en toen zagen we eigenlijk net 2 politiebusjes aankomen en die rijden nu achter ons aan. Dus ik denk dat we iets meer gas moeten geven naar mij. Gas erop. Nou, we zijn net Zutphen binnengekomen. En ik geloof zelfs dat we de politie hebben afgeschud. In ieder geval, ik zie geen lampjes meer achter ons. Dus we gaan nu gewoon naar meneer Kool toe.
En waarvoor wilde hij ook weer... Nee, we hebben hem niet gevraagd waarvoor hij wakker wil worden. Maar we weten het gewoon. Meneer Kool wil altijd wakker gemaakt worden voor chocola. Ik zeg, we gaan gewoon aanbellen, want hij wil vast wel zin in een reetje chocola. Spannend. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Wow, geluid. Ja, daar komt iemand, daar komt iemand. Ja. Waarom moet je nou open? Omdat we u altijd kunnen wakker maken voor een reepje chocola. Ik kan niet gek. Nee. Maar dat wisten we op intuïtie. Dat wisten we gewoon. We voelden dat het voelde goed. Nou, we zijn hier bij het huis bij mevrouw Van Heuvel. En ze heeft verteld dat ze altijd wel wakker wil gemaakt worden voor iets bij Daisy's. En dat is exact wat we gaan doen. Dus we gaan deze even naar de deur brengen. Laten we bellen. Hallo. Goedenavond. Hi. Hallo. Hi. Nou, zou u even voor de deur kunnen komen? Hoi. Nou ja, goedenavond. Ah ja. Ah, dat is Fernando. Oh. Dat licht is wel handig. Ja. Ja. Ik heb nog nooit meegemaakt. Hoi. We zijn dus hier namens de examenjaar. Ja. En we hebben gehoord dat u graag wakker wordt gemaakt om iets te krijgen van Daisy's. Dus alsjeblieft. Bij deze. Het cadeaubon voor Daisy's. U kunt zelf kiezen wat u wil natuurlijk. Nou, dank jullie wel. En zijn er nog dingen waar we u s'nachts voor wakker kunnen maken? Wow. Zijn er dingen waar ze... goede bluesmuziek, daar mogen we straks voor... Ja, goede bluesmuziek. Ja, daar mogen we straks voor wakker. Wij zullen het onthouden. Ja. Dat zijn wel mooie auto's. Tot zover mijn toekomst. Huh? Ja, stampen. Oh, eng. Ik zou... Ja! Hadden. Ja, nou, goedenavond. Hallo. Mocht u een wakker maken voor een beetje blitzmuziek? Oh, en bij deze. Dit is meer soulmuziek. Oh shit. Het tegenvallen bij jou, hè? Maar is ook goed. Zeg maar even een liedje op, hoor. Ja, uiteraard. Oh. Was te verwachten of niet? Ik had er rekening mee gehouden. Maar was dit onderling, onder de leraar onderling al een beetje te... Ja, nou, dat hebben jullie goed gedaan, want uiteindelijk was iedereen bezig met de vraag van gaat het gebeuren en zo ja. Is er iets? Robert Kree is prima. Maar er zijn dus nu zes auto's onderweg. Ja. Zes auto's. Nou, allemaal leren. Met groepjes van vier, drie. Ja, nee, dat was gewoon leuk. Dat hebben jullie gewoon leuk gedaan. Want die spanning zat er gewoon in van gaat. Ja. Bij wie? Ik zou zeggen, geniet van de verdere nacht. Yes. Ja, het slaapt lekker. Ik toepas dat nummer al. Het nummer heet Don't Be Afraid of the Dark. Nou, kijk. Dat was dat nog wel heel aardig. Goed. Doris. Gaan we verder. We zien elkaar straks. Ja, tot straks. Tot straks. Hey, joe. Fijne avond. Doeg. 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 Waar kunnen wij u s'nachts voor wakker maken? Jullie kunnen mij niet wakker maken. Ook niet voor economie? Nee, ook niet voor economie. Ook niet voor V6-klas? Lievelingsklas? Maar dan moet ik even heel diep nadenken. Ik hou ontzettend veel van muziek. Dus gitaarmuziek? Ja, gitaarmuziek. Ja. Als er iemand midden in de nacht een heel mooi liedje op de gitaar voor mij speelt, dan wil ik daar desnoods wel even voor uit bed komen. Oh, wat een bel. Ja, echt? Is het? Echt? Is het lievers? Hou het van, hou vast. Ja, kom maar. Is het lievers? Ja! Ja, video uit. Ja. Video uit, ja. Ja, we konden u wakker maken voor een mooie gitaarspel. Ik zie het al, jongens. Examenstunt. Het is vies weer. Ja, zeker.
We hebben wat voor nodig. Nou, vertel. Nou, we konden je wakker maken voor een mooie gitaar. Ja, nou, dat doen we dan. Dan. Is er een gitaar kan ik niet spelen? Nee, ik heb niks ingestuurd. Dat is het hele probleem. Hij is nat. Dat is ook niet fijn. Dan sta je net onder de leer. Ik kom even hier binnen. Ja! Oh, ik weet niet hoe ik dit ding uit moet zetten, Dave. Dat is een liedje voor Amsterdam. Ja, dat is ook wel. Die informatie is dus voor mij. Maar ik heb maar niet veel van jouw liedje gehoord eigenlijk. Ja, maar nou, welk liedje dan? Ja, wat kun je? Ja, ik kan niet zoveel, maar ik heb wel heel lang niet meer gespeeld. Nou, doe het wat. Ja, dit is natuurlijk wel even kijken, hè. Nou, dat is een prof.